iedereen zou misschien wel Poetin willen ondervragen of hem in het gevangen willen hebben. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Het internationale onderzoeksteam, het JIT, heeft sterke aanwijzingen dat Poetin toestemming gaf voor de inzet van die buk-installatie in Oekraïne. Hoewel er nieuwe informatie is, is er te weinig bewijs om een nieuwe zaak te beginnen. Het onderzoek naar de ramp met vlucht MH17 is voorlopig stilgelegd. Onderzoekers van het Joint Investigation Team hebben sterke bewijzen gevonden dat de Russische president Poetin toestemming gaf voor de inzet van zware wapens in Oost-Oekraïne. Maar het is niet mogelijk om hem voor de rechter te brengen. Dat vind ik dus zo teleurstellend, dat je weet zeg maar, wie eigenlijk achter wie verantwoordelijk is. We zitten wachten op nieuwe getuigen. Dus er is nog alle kans dat dit ooit nog eens een stukje verder komt. En ik vraag me wel af of dat ooit komt, of we ooit antwoord zullen krijgen op die vraag. Vraag ik me echt af. Ik denk het niet. De laatste die we hoorden is Ria van der Steen, een van de nabestaanden. Thijs, zij vraagt zich dus af of er ooit antwoord komt op de vraag wie er verantwoordelijk is. Nou, denk jij dat antwoord ooit nog gaat komen, nu het onderzoek ook is opgeschort? Ik denk dat op zich al duidelijk is wie er verantwoordelijk is. Het is een Russische buk geweest. Eindverantwoordelijk. Dat is wel duidelijk. Ik denk dat de vraag lastiger te beantwoorden waarom dit is gebeurd. En ik vind het heel moeilijk om het te verplaatsen in de nabestaanden, maar ik kan me ook voorstellen dat je die vraag juist beantwoord wilt zien. Waarom is mijn geliefde neergeschoten? Ja. En ik ben zelf heel bang dat het antwoord daarop toch zal zijn. Het was toeval. Ze hadden niet de bedoeling om juist deze mensen te doden. Het was oorlog daar, ze wilden een vliegtuig neerschieten. Ze hebben het verkeerde vliegtuig gehad. Hmm. En waarom denk je dat? Waar baseer je dat op? Nou ja, omdat ik verder niet zoveel motief zie om een Nederlands vliegtuig neer te halen in zo'n gebied. Ja. En ik heb ook niet de verhalen gehoord tot nu toe waaruit blijkt dat er wel degelijk... Ik vind dat JIT echt fantastisch werk gedaan heeft. En ook Bellingcat heeft daar goed onderzoek naar gedaan. Ja. Dus we hebben in beeld gekregen wat daar is gebeurd, hoe het is gebeurd. Maar het waarom? Ja. Ik denk nog steeds dat het een gruwelijk misverstand is geweest en dat ze gedacht hebben dat het een oorlogsvliegtuig was of zo. Ja. Het is afschuwelijk. En dat wordt pas duidelijk, misschien als Poetin weg is en die verhalen openbaar komen. Maar ik verwacht dat daar... Ja, het is ook een beetje gut feeling. Het kan ook zijn dat onderzoeksjournalistiek doe je soms ook op basis van je gevoel. Mijn gevoel nu is, daar zit niet heel veel meer dan we nu weten. Nee. Maar misschien heb ik het mis. Ja, dat zegt je gut feeling. Je journalistieke gut feeling zegt dat eigenlijk een beetje. Sandrina, is hier nog een taak voor onderzoeksjournalisten? Zeker. Dat onderzoek is nu opgeschort, maar om hier wel mee door te gaan? Ja, absoluut. We hebben ook gezien bij de Bijlmer dat er jaren na dato toch nog allerlei feiten en verhalen weer naar boven komen. En of verhalen naar boven komen die je ook wel weer feitelijk moet gaan checken. En, er zijn vooral veel dingen ontkracht in de loop van zeker. De tijd. Zeker. Ik denk dat dat ook een taak is van onderzoeksjournalistiek. Dus ik verwacht eigenlijk dat er nog wel toch nog wel weer verhalen boven water komen. En misschien nog hele simpele dingen, misschien nog nieuwe getuigen. Misschien dat er toch ook nog wel eens een keer een kentering in het Russische regime gaat komen. Dat mensen daar hun mond open gaan doen. Dus ik verwacht daar toch nog wel iets van terug. Misschien niet dat je die vragen die er nu leven beantwoord gaat krijgen. Maar... Ja, weet je, we hebben ook wel hele goede onderzoeksjournalisten rondlopen. Niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. Dus ik kan me niet voorstellen dat dit mensen helemaal los gaat laten. En dat het dan dit is. Ja. Meike Bartels, moet daarbij wat jou betreft altijd de focus blijven liggen op de nabestaanden? Zeker. Ik denk dat die, is dat waarom je dat moet blijven doen? Daarom moet je het blijven doen. Maar je moet ook met de nabestaanden in contact blijven over tot wanneer je dat blijft doen. Want het is natuurlijk iets zolang het doorloopt... Ja. Is het iets wat hun leven, denk ik, beheerst? Ik sta er ook ver vanaf om dat zelf te kunnen beoordelen. Maar ik vind het wel belangrijk dat het natuurlijk, dat is de belangrijkste groep. Die zijn hun dierbaren verloren. Natuurlijk heb je ook de belangrijke geopolitieke vraag, inderdaad. Van is er een waarom? En ik denk dat het daarom niet gestopt kan worden. Maar je moet niet vergeten dat er uiteindelijk natuurlijk nabestaanden achter zitten. Ja zeker. Thijs, volgens D66 kan Rusland nooit meer een samenwerkingspartner voor Nederland zijn. Ook moet de Russische ambassadeur volgens de partij het land uitgezet worden. Hij is natuurlijk gisteren op het matje geroepen. Wat vind je van die reactie? Ja, ik geloof niet dat dat heel veel uit gaat maken. Ik bedoel, de relaties met Rusland waren al behoorlijk beroerd. Dus of die veel slechter kunnen dan nu, dat lijkt mij heel lastig. Of het helpt, weet ik niet. Ik kan me voorstellen, misschien dat het voor de nabestaanden, ook hier weer de nabestaanden, dat het voor hun goed voelt als dat wel gebeurt. Of het helpt, weet ik niet. Nee. Rutte zei in 2014 dat hij niet zou rusten voordat de onderste steen rond de oorzaak, hè, dus misschien wel de waarom-vraag van de vliegtuigramp boven is gebracht en eventuele daders voor het gerecht zijn gebracht.
Gaat die onderste steen ooit bovenkomen, denk je, Sandrine? Ja, je kunt je afvragen, wat is dan die onderste steen? Hè? Want er ligt natuurlijk nu heel veel onderzoek. Er is mega veel tijd en energie in gestoken, ook in dat onderzoek. Dus ja, ik denk dat we daar in die zin bevredigend op terug kunnen kijken. Alleen, we hebben de antwoorden niet gekregen. Nee. En, nou ja, we hebben veel antwoorden wel gekregen ook. Ja, een aantal antwoorden. Een aantal antwoorden, maar goed, misschien wel het ultieme. En weet je, iedereen zou misschien wel Poetin willen ondervragen of hem in het gevangen willen hebben. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Nee. En dat blijft natuurlijk heel onbevredigend. Zeker als jouw kinderen of jouw ouders daarbij betrokken zijn geweest. Nee, want ook de mensen die zelf bij de aanslag betrokken waren, die lopen ook vrij rond natuurlijk, omdat ze daar rondlopen. Nou ja, eigenlijk hoop je dat een aantal van deze mensen nog een keer tot inkeer komt en het echte verhaal gaat vertellen. Ja. Ja, dat zou mooi zijn. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu.